De binnenstad begon in 2017 onder het Paramaribo Urban Rehabilitation Program, gefinancierd door de Inter-American Development Bank. President Chandrika Prasad Santokhi opende gisteren de Grand Expo van de Project Implementation Unit PIU van het PURP-programma. Tijdens de expositie, die 4 maanden duurt, kunnen bezoekers zien wat de doelen zijn van PURP 1 en 2. Welke gebouwen gerenoveerd zijn en welke nog gerenoveerd zullen worden. Ook krijgt de bezoeker een beeld van hoe de binnenstad er vroeger uitzag. Minister Henry Ory van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur beschouwde dit project als een van de waardevolle initiatieven die hij bij de start van zijn ministerschap aantrof. Ory verduidelijkte dat het programma ook gericht is op het verfraaien van de waterkant en de palmentuin, zodat zowel toeristen als Surinamers van de binnenstad kunnen genieten. En we weten dat we lange tijd een stukje verwaarlozing hebben gehad. Maar als ik zie hoeveel mensen nu hun best doen om er alles aan te doen met een aantal partners, dan moet ik zeggen, daar ben ik blij. Omdat we heel veel pogingen doen om toch het volk erbij te betrekken, hoe belangrijk dit project voor ons is. We zijn begonnen met PURP 1, PURP 2. PURP 1 is nog niet helemaal achteraf, maar we zetten de settings van 2. En we hebben behoorlijk wat leuke gebouwen in kaart gebracht. Het is belangrijk dat we vandaag met u samen een doorkijk gaan krijgen wat nou PURP werkelijk betekent fysiek. Sommige mensen zien al buiten hoeveel er gebeurt en anderen willen meer informatie. En het is juist mooi dat we zo'n expo op een heel andere manier over voorlichting nadenken. Je moet het zelf beleven. Dat is toch het idee, denk ik. En men heeft gekozen voor een andere formule. Laat ook kijken wat, laat die visuele beelden een rol spelen. Wat is het toen, wat is het van te worden. In elk geval, ik hoop dat u op uw eigen manier interpretatie en geniet van deze expo. Het heeft alles te maken met grote plannen die we uitvoeren nu. Het staatshoofd zegt dat de herontwikkeling van onze historische binnenstad een complexe uitdaging is. Net zoals de regering werkt aan de hervorming van de economie, zo vereist het behoud van de historische stad een duurzaam beleid en serieuze mensen die iedereen kunnen overtuigen van het belang van het behoud van ons erfgoed, meent Santokhi. Maar soms krijg je botsingen tussen deze idealen om de binnenstad te behouden en de commercie die een heel andere ontwikkeling eigenlijk voor zichzelf al gepland heeft. En dat kunt u zien in de wereld. Gaat u maar, want vele mensen reizen. Wat in vele delen van de wereld gebeurd is. Overal ga je wolkenkrabbers zien, hoge gebouwen, high-rise, architectonische gebouwen, meest prachtige gebouwen. Die zijn er. En dan kan ik ook best begrijpen dat die ambitie ook hier komt. Gelukkig zien we die ambitie een beetje in de zuidwestelijke kant plaatsvinden. En daarvoor heb je een goed ordeningsbeleid nodig. Regionale ordening. En wat wij vandaag zien is namelijk dat we een team hebben achter het PURP-programma. Paramaribo Urban Rehabilitation Program om die binnenstad te behouden zoals het was. Met dit project investeert de regering in de toekomst en daarmee ook in toerisme en de creatieve industrie, besluit het staatshoofd. Er zullen momenten van spanningen zijn, maar deze moeten op een verantwoorde wijze worden opgelost met dialoog, aldus het staatshoofd.